Vanavond is weer een raadsvergadering en u heeft een motie ingediend. En waar gaat de motie over? De motie vraagt om een onderzoek naar de manier waarop MSD aan zijn milieuvergunningen is gekomen. Ja, en kunt u voor de mensen die niet zo op de hoogte zijn dat ietsje duiden? Ja, we hebben in de Ambachtstraat een bedrijfje zitten dat heet MSD. Dat is onderdeel van een groot farmaceutisch concern en ze maken daar kippenvaccins. In die Ambachtstraat heeft de gemeente De Bilt een woonvisie liggen. Wij willen daar graag ambachtelijk werk en wonen hebben. Maar MSD zit er al sinds 1960. Ze hebben normaal gesproken, mag je daar 1 en 2 milieuvergunning hebben. Zij hebben categorie 3. En ze hebben van de gemeente een soort van uitzondering gekregen om daar te blijven zitten. En wij hebben onze vragen bij de manier waarop die uitzonderingsvergunning tot stand is gekomen. Ja, wat kunt u daarover zeggen, hoe dat dan tot stand gekomen is? Het lijkt erop, hebben wij van bewoners ook gehoord, dat er tot 2 keer toe een vergunning is verleend van rechtswegen. Dat wil zeggen dat er een vergunning is aangevraagd bij de gemeente, dat de gemeente te laat was met reageren en dat ze hem toen een soort van automatisch hebben gekregen. Ja, en 2 keer te laat reageren, je zou zeggen 1 keer te laat, nou ja, we maken allemaal onze fouten, ja. Maar 2 keer te laat is wel opvallend. Dat vonden wij ook vreemd. En omdat wij het toch wel belangrijk vinden dat dit goed wordt uitgezocht, als MSD met zijn milieucategorie 3 daar ook nog gaat uitbreiden, in plaats van inkrimpen of uitsterven, wat in het bestemmingsplan wordt gevraagd, dan kunnen wij daar ook eigenlijk geen woningbouw meer plegen. Hè. Dat wordt dan voor de komende 30, 40 jaar onmogelijk. Dus wij vinden het echt belangrijk dat voordat wij die uitbreiding van MSD gaan faciliteren, dat we goed weten hoe dat in de tijd gegaan is. En wat voor rechten de gemeente daar op dit moment nog in heeft, wat we nog kunnen doen. Ja, want wat in het verleden gebeurd is, want we hebben het, als ik het goed begrijp, over een vergunningaanvraag van 5 jaar geleden, ja. Heeft ook nog gevolgen voor wat er op dit moment plaatsvindt. Ja, op dit moment zijn er activiteiten met milieucategorie 3, met een vergunning uiteraard. Die worden dus niet uitgestorven, maar die worden dus nog verder uitgebreid. Ze willen de productiecapaciteit verdubbelen. De bewoners daaromheen die hebben daar grote zorgen over. Dus daarom willen wij graag weten, hoe is dat tot stand gekomen? En is er op dit moment nog wat aan te doen? Wat zijn onze middelen om die vergunning nog te herzien bijvoorbeeld? Ja, nu heeft u om een raadsenquête gevraagd. Is dat zoiets als een parlementair onderzoek? Dat is eigenlijk een parlementair onderzoek, maar dan heel erg in het klein. Het is wel een zwaar middel, hè, want mensen moeten onder ede verklaren wat er allemaal gebeurd is. Dus dat is een zwaar middel. Waar het mij eigenlijk om gaat, is gewoon dat wij als raad goed op de hoogte raken van waar staan we nou precies? Wat is er gebeurd? Is er nog wat aan te doen? En hoe moeten we nu verder met MSD en de Ambachtstraat? En wordt zo'n raadsenquête vaak aangevraagd of komt dat eens in de zoveel tijd voor? Nee, het komt heel weinig voor. Ik heb het hier nog niet meegemaakt. Ik loop nog niet zo heel lang mee, maar het komt weinig voor. Nee, dat geeft ook de zorgen aan weer die jullie als PvdA en de andere partijen eigenlijk maken. Ja, dat zijn op dit moment 6 oppositiepartijen die deze motie hebben ingediend. Dus de zorgen zijn groot. Ja. Wanneer wordt de motie aangenomen? De motie wordt aangenomen als er een meerderheid is van 14 raadsleden op dit moment. We hebben er 27. Dat betekent wel dat behalve de oppositie ook een aantal leden van de coalitie zullen moeten meestemmen. Dus dat wordt spannend vanavond. De raadsvergadering is voorbij. Ja. En wat is eruit gekomen? Onze motie is niet aangenomen. Alle partijen die hem ondertekend hadden, en dat waren bij elkaar 9 stemmen, die hebben voorgestemd. En de rest heeft helaas tegengestemd. Ja, en de VVD, als ik goed geluisterd heb, beschuldigde zelfs de motieindieners eigenlijk van ongebaseerd wantrouwen. Ja, dat heb ik geprobeerd te ontkrachten. Het is ook niet wantrouwen. We hebben wel het vermoeden dat er wat mis is gegaan en zonder nou pijltjes te willen houden, willen we gewoon echt wel het naadje van de kous weten van hoe is dit nu gelopen, hoe heeft dit kunnen gebeuren en kunnen we er nog wat aan doen. Ja. Maar ja. Ja, nou, ik ben geen politicus, ik sta er wat verder vanaf, maar als een vergunning 2 keer bij rechtswegen wordt verleend, ja, dan stel ik vraagtekens daarbij, maar ik begreep ook dat de enquête daarvoor niet het juiste instrument zou zijn. Nou, het is een heel zwaar instrument. Hè. Dat is heel gewichtig.
Je zag ook wel dat de coalitiepartij en de burgemeester daar een beetje van geschrokken waren. Daarom had ik ook een rekenkameronderzoek ook nog wel oké gevonden. Maar men vond dat in dit geval ook te vertragend werken. Men wil toch vooral die bestemmingsaanvraag, de bestemmingsplanaanvraag, willen ze in oktober graag erdoor jassen. En ze zijn erg bang dat dat vertraagd wordt door zo'n onderzoek. Ja, en GroenLinks, die ook van de coalitie is, die zei dat ze het weliswaar betreuren hoe de gang van zaken is gegaan, maar dat ze niet denken dat dit nog enige positieve invloed zou kunnen uitoefenen. Zij denken dat er aan die milieuvergunning niks meer te doen is. En dat we daardoor gewoon eigenlijk als gemeente de sjaak zijn. En dat we wel, tenminste dat begrijp ik, hè? Dus dat we wel door zullen moeten gaan met deze procedure. Persoonlijk ben ik daar nog niet zo van overtuigd, dus wij wachten ook de technische sessie af. En ik denk zeker dat er nog heel veel vragen komen de komende tijd.